John, je hebt een grote opdracht. Een hele grote opdracht om samen met deze stad het geweldige wat hier gebeurd is de afgelopen jaren, de enorme indrukwekkende groei en betekenis van deze stad, om dat weer verder te gaan helpen. En ik hoop echt, en ik reken er absoluut op, we kennen elkaar uit de commissarissenkring, dat we hier een bestuurder van formaat hebben binnengehaald die ons gaat helpen in die goede traditie die stad weer verder te brengen. Het zal nodig zijn, want de wereld verandert snel. En iedereen die denkt dat we stil kunnen blijven zitten, die vergist zich. Iedereen die denkt ook dat we op ouderwetse manieren kunnen blijven werken, vergist zich. Als je van A naar B wil, ik heb het al eens vaker gezegd, dan kun je niet met de methode van A beginnen om bij B te komen. Dus je moet ook werkelijk nieuwe dingen durven te doen. Ook in bestuurlijke zin is er behoefte aan innovatie, experiment en verandering. En ik weet dat jij daar mee gaat doen. Ook in Brabantstad, dat mooie verband van de Brabantse burgemeesters van onze grootste steden, waarin we hecht samenwerken om Brabant verder te brengen. Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid. John, het is geen avond van veel woorden, want de wedstrijd begint zo. En de beëdiging moet natuurlijk eerst keurig gebeuren. Dat ga ik met het grootst mogelijke plezier doen, omdat ik hoop en verwacht en er volledig op vertrouw dat we ook in deze relatie die we nu hebben uitstekend zullen samenwerken. Ik wens jou en je gezin en de stad veel succes. En ik wil nu vragen, dames en heren, te gaan staan voor de beëdiging. Onder welke naam of welk voorwensel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.